Yo Nintendo fans! Vandaag even iets heel wat anders. Vandaag even een soort van vlog, want er liggen overal dozen in huis. Want ik heb iets heel bijzonders gehad. En deze beesten die vinden het ook helemaal geweldig dat er overal dozen liggen. Kijk, dit bedoel ik dus. Dozen, ja, leuk hè Pearl. Ja, spelen. Hey. Oh. Nu ben je opeens verlegen. En nu opeens verlegen, Pearl. Normaal zijn we altijd spelen. Goedemorgen, Mitsy. Jij vindt die doos ook leuk, hè? No. Hallo. Die ogen. Kijk me niet zo aan. Ik kan er niet tegen. Hey, Pearl. Oh. Hebben jullie deze camera nog niet eerder gezien? Dat zijn Mitsy en Pearl. We hebben ze nu een maand in huis. Ze hebben zelfs hun eigen Instagram account. Dus die kan je hieronder vinden in de beschrijving. Mitsy, Pearl. Het zijn zulke draken, jongen. Ze zijn gegroeid. Niet normaal. Ze zijn echt, binnen een maand zijn ze echt, denk ik wel 2 keer zo groot geworden. Op het Instagram account zie je ook foto's van toen we ze echt net hadden. En toen waren ze echt 2 fluffies. Oh, en vind je nou dat ik vaker moet vloggen? Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. En laat even een reactie achter. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties. Maar in deze hele mooie doos zit nu een kat. Maar daar zat dus een Nintendo Switch in. Die niemand heeft in Nederland. Wow, dit licht. Ik moet echt leren vloggen, jongen. Ik kan echt niet vloggen. Kijk, maar zo lijkt het gewoon op een normale Switch dock en normale Joy-Cons. Maar wat erin zit, ja, dat gaan jullie zo zien. En misschien heeft het wel hiermee te maken. De Immortal Fenyx Rising VIP Pack. Dat werkt niet. Oké, die gaan we even mooi unboxen. Toch, Mitsy? Die gaan we even samen uitpakken, of niet? Ja. Moet je alleen niet voor mijn camera hele tijd lopen. Woe. Alright. You are about to discover an exceptional kit. Imagined and designed for you. There are only 200 in the world. What? Oeh, dit is vet artwork, jongen, van Immortal Fenyx Rising. Ja, en deze game lijkt gewoon best wel erg op Zelda. En het mixt een beetje met Assassin's Creed. En ja, ik hou van allebei die games. Dus ik vind het echt super tof. Ik ga er zeker wel even eentje inlijsten. Kijk dit artwork. Echt heel dope. En dan hebben we ook nog deze. Ook nog een hele mooie grote plaat. Bij een of andere gigantische vogel. Yo, wat is dit? Oh, dit is de landkaart. Dit is de hele kaart van Immortal Fenyx Rising. En wat hebben we op de achterkant? Oh, dit is dezelfde kaart, maar dan een soort van tekeningvorm of zo. Best wel cool. Oeh, en we hebben hier een envelop. Met gouden letters. het weegt echt niks. Alsof er gewoon helemaal niks in zit. Het is gewoon een lege envelop. Wat zit hierin? Oh, dit is een veertje. Een veertje van de Fenix, denk ik. Oh, dit gaan mijn katten leuk vinden, joh. Ja, dit vinden jullie leuk, hè? Ja, dit vinden jullie leuk. Ja, dit vinden jullie leuk. Maar ja, er zijn er maar 200 van in de wereld. Dus ik moet er wel een klein beetje zuinig op zijn. Zo, deze mag even terug in de enveloppe. En nu komen we bij het mooiste, jongens. Deze vlog heeft alles in zich. Het is een normale vlog, het is een unboxing en het wordt nu ook een beauty vlog. Ja hoor, kijk deze super amazing Immortal Fenyx Rising kersttrui. Wow, hij is kapot groot. Maatje L is dit. En normaal kan ik maatje L al aan, maar... ik weet niet of ik deze aan kan. Oké, wacht. We gaan een beauty vlog stijl doen. Ja, vandaag heb ik dus deze super mooie trui aan. Die heb ik hashtag gekregen. Er staan ook van die leuke sneeuwvlokjes op en een kerstbankje. Ja, en zelfs hertjes. Als je dit niet zou willen hebben, dit is zo allemachtig wat prachtig. Yo, maar dit shot zou echt in ieder beauty vlog moeten. Kijk dan. In spiegelbeeld, alles, yes. Laat het even weten als jullie vinden dat ik een carrière move moet maken. Dat ik misschien wel moet switchen naar... beauty vlogger! Oké, maar nu het belangrijkste deel van deze video. De Switch Dock en de Switch Joy-Cons, waarvan er dus maar 1 is in Nederland. Oh ja, dit is ook wel een interessant camera-standpunt. Ik herontdek heel mijn leven, jongens. Zoals ik al zei, lijkt het op een normale Switch Dock, maar hij is toch echt wel heel bijzonder. Even kijken, volgens mij zit hij hierin. Ah, spannend! Hebben jullie dat ook altijd, dat als je bubbeltjes papier krijgt, dat je altijd even zo moet doen? Oké, dan zetten we de Joy-Cons even hier aan deze kant. En dan gaan we even naar die prachtige Switch doorkijken hoor. Ik vind het sowieso echt heel bijzonder dat dit naar mij wordt opgestuurd. Blijkbaar doe ik toch iets goed met mijn Nintendo Switch kanaal. Maar kijk even dan. Dit is wel echt heel cool. Een Immortal Fenyx Rising Switch dock. En nou kan je natuurlijk altijd je Switch dock bestickeren hè. Als jij ook een bijzondere Switch dock wil, dan kan je er een sticker op laten plakken. Speciale stickers kan je daarvoor kopen. Maar dat is hier niet het geval. Dit is er gewoon echt ingeplakt. Print. Dus dit is geen sticker, dit is gewoon echt een printje. Ik heb er ook even een normale Switch docking station bij gepakt. En ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar deze is dus echt zwart. En als je heel goed hier naar kijkt, dan zie je dus dat die donkerblauw is. Of misschien heel donkergrijs. Het zit een beetje tussen donkerblauw en donkergrijs in. Ik vind dit wel echt super fancy hoor. Maar nu jongens, de Joy-Cons. En die Joy-Cons die zijn we toch cool? Daar gaan we. Uah, nog meer bubbeltjes papier. Hier is de Joy-Con jongens, kijk dan. Oeh, echt super cool. Dus dit is ook geen sticker, dit is er gewoon een soort van opgedrukt. Heel vet. Ik vind het ook wel cool dat dit gewoon nog rood is en hier gewoon nog blauwe knopjes zitten. Dat geeft toch een soort van original Nintendo Switch vibe eraan ofzo. Oké, ik pak echt mijn Switch erbij. Oké, als we dan mijn Nintendo Switch in het docking station schuiven en even deze eraf halen. En dan zetten we deze gloednieuwe Joy-Cons erop. Wow, dit is altijd zo'n magisch moment met dit geluidje. Ja, en dan ziet hij er zo uit jongens. Dit is toch wel een partijtje fancy joh. Ja, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind dit toch wel echt super dope hoor. Deze limited edition Nintendo Switch. Althans, het is wel gewoon mijn Switch, maar wat eromheen zit is limited edition. Allemachtig, ik heb het warm in deze trui jongen. Niet normaal, of komt de Nintendo Switch. Anyway, ik ben er weer hartstikke blij mee. En de katten zijn ook blij. Kitties, wee, pak hem, ja! Ja, de kittens hebben weer een doos. Dat is altijd hartstikke leuk. Mag ik deze? Mag ik deze? Mag ik? Ik wil deze. Geef mij deze. Geef mij deze. Anyways, vonden jullie dit nou wel een leuke video? Doe dan even sowieso een duimpje omhoog en laat even een reactie achter. Ik zou het super leuk vinden om jullie reacties te zien op vlogs. Jongens, even stil nou. Ik probeer mijn outro op te nemen. Even stil. Vinden jullie die katten leuk? Ga ze volgen op Instagram, @MitsyPearl. En dan ga ik gewoon weer even lekker verder spelen op mijn mooie Nintendo Switch met die super vette Joy-Cons. We gaan een potje Animal Crossing doen, jongens. Mazzel!